Yo guys, Glashy, we hebben vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Pokémon Red. De vorige keer waren we hier gebleven, we gingen aan ons avontuur beginnen nadat we al die saaie shit in orde hadden gebracht. En de bedoeling is nu gewoon dat we naar Viridian City gaan, al ja, daarvoor eigenlijk naar het Viridian Forest. En ja, een paar nieuwe Pokémon's vangen, want ik wil ook wel nog andere Pokémon's buiten Witoplan. Ik ga kijken of ik wel Pokéballs heb. Kijk, ik heb net gekeken en ik heb geen Pokéballs. Dus dan ga ik even Pokéballs kopen, als ik het geld ervoor heb natuurlijk. En we hebben een Rattata voor onze neus. En we gaan, ik ga even Witoplan wat trainen. En voor de mensen die denken dat ik dit gevecht ga verliezen, ik zal het er niet uitknippen en dan kunnen jullie zien dat ik niet vals veel. Vorige aflevering had echt wel een pittige, intense gevecht en dat was het eerste gevecht. Ah, goed gedaan Witoplan. Oké, misschien zelfs goed dat we Witoplan een beetje trainen. Misschien kan ik hem even level 7 doen op deze route. En nog een Rattata. Ik weet al, denk ik, wie onze tweede Pokémon gaat worden. Ah ja, misschien, we weten het niet. Het is een andere route natuurlijk, want op deze route mag geen Pokémon's meer vangen. Oké, tackeltje. Oh, dat is gevaarlijk. Voilà, en nog een tackle. Opgelost. En, aha, level 7, dat wou ik zien. Attack, defense, speed, special. Leak Seed, oké. Seems legit. Zegt u, ik vond de vorige aflevering echt saai. Maar al bij al vonden, ze waren er toch wel mensen die het tof vonden. Dus ja, dat is leuk om te zien. Oké, mijn stemmetje. Welkom to our Pokémon Center. We heal your Pokémon back to perfect health. Heal. We'll need your Pokémon. Ja. Ja. Oké, ik ga er niks op zeggen. Ja, graag wat Pokéballen. Ah, ik heb monies. Nice. Voilà, ik heb 6 Pokéballen. Ja. En ik ga ook nog wat potions kopen. Ik kan geen potions kopen. Dat is kut. Quit. Dan maar. Oké. Dat wordt wel pretty hard. Als ze geen... ja, als ze geen potions kunnen kopen. Maar dat maakt niet uit. Maar als je moet de man hier nu weg zijn. Yep, deze guy. De serie kan op elke moment gedaan zijn. En ja, hopelijk gebeurt dat natuurlijk niet. Ik zie er allemaal items liggen. Wie gaat de eerste Pokémon zijn in het team? Pidgey! A wild Pidgey appeared. En het is toch level 4 ook, mooi. Tackle. Oh nee. Oh, what the fuck? Dat deed amper iets tegen mijn Witoplan. Ah, just Gust is in de eerste generatie nog geen fly aanval. Ja. Yeah. Wacht, ik moet hem niet doden, dus ik gooi nu wel een Pokébal. Ah, just fuck, ik ging time hoe lang dat ik opneem. Oké, okay, ja, te laat. Pidgey was kort. Oké. Okay. Nee, en we hebben een Pidgey in ons team. Oké, okay, welkom Pidgey. Oké. Okay. Yes. Hoe gaan we Pidgey noemen? Goeie vraag. Goed, en nee, ik heb zin om een Pidgey Henrik te noemen, dus daarom noemen we Pidgey Henrik. Dus ja, oké. Okay. Als dat gaat. Ligt dat nu aan mij? We hebben veel meer plaats om een naam te schrijven als in het begin. Ja, maakt niet uit. Dus ik heb hem Henrik genoemd. En ja, dat is leuk. Nu ga ik even terug naar het Pokémon Center om me te healen, je kent het wel. Oké, we zijn dus nu bij dit huisje aangekomen. Ik denk dat dit de ingang is naar Viridian Forest. Are you going to Viridian Forest? Be careful, it's a natural maze. Oh, oké, dat is goed om te weten. I came here with some friends. They're out for Pokémon fights. Misschien, we kunnen hier ons derde Pokémon vangen. Dus want op zich is dit een soort van andere route. En misschien lijkt me wel een leuk idee om al gelijk een derde Pokémon in ons team te doen. Dus ja, wie gaat het derde lid worden van ons team? Dat zien we in 3, 2, 1.
Oké, dat was te veel. What the fuck? Is het een bug van de emulator of zo? Dit is toch wel heel raar dat ik helemaal niks tegenkom. Ah, oh, what the fuck. En Weedle. Oké, en level 5. Oké, Henrik, dan moet je... Kom. Oké, stringshot. Kan gebeuren, maakt niet uit. Henrik geeft geen fuck. Oké, Henrik geeft nog altijd geen fuck. En die Weedle wordt gewoon van ons. Item. Pokeball. Bam, 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 bam. Weedle was caught. Oh yeah. Nieuw Pokémon. Nieuw Pokémon. Ja, ik heb autisme. Dus, Weedle. Ja, ik wil graag een nickname geven. En ik ga die honing noemen, wat die later in Beedrill evolueert. Dus daarom noem ik hem honing. Dus ja, welkom in ons team honing. Ja. Yeah. Voilà. Ze hebben nu een honing. Oh. Hier is een gast. Hey, you have Pokémon. Come on, let's battle him. Bam, bam, bam. Dit is een bug catcher. Ah, die heeft een Weedle. Come on, Henrik. Gust. What the fuck? Oké, gewoon noise. Oeh. Ah, oh, nee, Henrik is potions. Ah, oh, dat is niet goed. Kom, Henrik. Oké, de potion werkt nog niet zo hard. Waarom zit die gast heel dat stringshot te doen? Dat slaagt echt op niks. En hij zit heel potion sting te spammen. Zo, ik was vergeten om te praten. Allee, kom aan, Henrik. Ik moet wel een beetje uitkijken, want ja, strak is gedaan. Oké. En dat is de eerste Weedle. Oh ja, Henrik level 5. Goed gedaan, Henrik. Sand attack, oké. Dat is goed. Caterpie. Nou, ik denk... Ik kan dat wel nog carryen. Maar ik kun je alleen maar stringshot ofzo. What the fuck? Oké, dat deed niet zoveel. Ik ben het gewoon maar just spammen met Henrik, dus... just saying. Oké. Ik moet wel op tijd een potion gebruiken. Ik heb het gevoel dat ze alleen maar stringshot kunnen. Probably. Henrik. Henrik, jongen. Oh, tackle. Oh, als dat te veel dan is... Wacht, wacht, wacht. Nope. Oh, die muziek, sorry. Ja, ik... Ah, ik moet honing ook nog opladen, fuck. Ja, op Henrik. Dat is wel logisch. En ik ben al potions. Ik ben al potions. Nee. Fight, just. Hoeveel keer gaat er nog stringshot? Hij had al 1000 keer tackle kunnen spammen, maar nu stringshot erop. Oké, ik vind dat hij wel nog een level verdient. Ah, ja, voilà. Henrik, Henrik gaat hard. Henrik gaat echt niet normaal hard. Straks ga ik even honing op voorzetten. What the fuck? Ah ja. Ik heb mijn Pokémon's hier in het Pokémon Center, dus ja, dat zo. Oké, we zijn dus terug in het Viridian Forest en nu is de bedoeling dat we honing een beetje gaan trainen. En misschien met een beetje geluk evolueert honing al deze aflevering. Heeft deze guy ook Pokémon? Ja, deze guy heeft ook Pokémon's. Yo, you can jam out if you're a Pokémon trainer. mijn stem, Jesus. The catcher wants to fight. Ah, hey, ik heb ook een Weedle.
Ik heb wel een honing, dus ja. Ah, maar dat gaat niks doen, hè. Wacht, ik ga gewoon... Oké, wacht, zo komt het niet goed met honing. Ik moet iets nieuws verzinnen. Henrik. Henrik. Ah ja. Gust. Hier, pak je gust, bitch. Henrik is me echt aan het carryen eigenlijk. What the fuck. Tada. Oh, sorry, die muziek. Oh my god. Oh. Durf potion te zijn. Ah, ik dacht even dat er ging staan dat Henrik potion was. Jesus Christ. Ah, come on, one shot, Henrik. Oh fuck, come on, Henrik. Come on, je kunt een one shotten, nu, doen. Nice, weg met die Weedle, yes, what the fuck. Ah, Henrik level 7, oh my god, dat is echt wel nice. Oh, Kakuna. Ah, no. Oh, dat is dus de tweede evaluatie van honing, denk ik. Ah, oh, Harden. Ah, oh, fuck. Dat gaat nog lang duren als hij Harden gaat spammen. Oh, nee, stop met Harden. Dat duurt echt zo... Dan gaat dat 10 jaar duren. Dat is echt zo fucking dom. Oh, nice, Henrik. Oh, nice, man. Ja... Kom maar, nog een critical. Nog een kreetje. Ah, kom aan. Doe. Oké. Okay. Ah, doe nu een crit. Wacht, misschien kan ik nu even gewoon gebruik maken om honing te trainen. Get hem, honing! Als hij toch alleen maar harde gebruikt, dan moet ik toch gewoon iets spammen. Ja, kijk, honing doet iets super effectief, dus ja, dat. Ik hoop wel niet dat hij hierna een beedrill gaat pakken, want dan heb ik... Oeh, Crickto, hit! Nice, honing! Oké, honing! Dat is echt literally niks gebeurd. Ah, eindelijk, dat duurt lang. Ah, honing level 6, gast, what the fuck. Henrik level 8, gast, Henrik is al zwaar aan het carryen. Yes. Ik ga even Wietolano eens inzetten. Wat? Ik zei... Ah, ik dacht al. Kom aan, Wietolano. Tackle op zijn voorhoofd. Stringshot. Maar stop eens met uw domme stringshot, gast. What the fuck? Ik ben al trager. Waarom doe je dan stringshot? Jongen. It's not very effective. Nope. Oh, dank u, Wietolan. Oh. Dit is intens, man. Oké, nee. Niks intens aan. Het eerste gevecht met Blue was wel redelijk. Ah, Wietolan ook level 8. Alleen honing loopt achter, maar honing is nieuw. Dus, het zou echt wel droog zijn als honing al zou evolueren. Ah, oké, honing evolueert nog niet. Bam, bam, bam. Ah, dat komt serieus echt wel van pas. En het ziet er ook wel een doolhof uit, precies. Het voordeel is dat ik amper Pokémon tegenkom, serieus. Kijk, ik kom helemaal niks tegen, what the fuck. Hey, wait up, what's the hurry? Your mom. Nee, sorry. Nog een bug-getcher, wow. Oh, come on, Weedle. Oeh, level 9, holy shit. Ja, dat is niks voor honing. Ja, honing gaat deze niet halen, joh. Deze is iets voor... Nee, wacht. Ik denk eerder dat ik hier beter Weedle aan inzet, want... Ik denk zelfs dat Henrik deze niet zou halen. Omdat Wietolan, ja kijk, dat is helemaal niet zo very effective. En bij dingen, bij Henrik is dat gewoon, dus ja, snap je? Dan ga ik Henrik niet inzetten. Want ja, Henrik kan echt wel nog van pas komen om Fly te gebruiken en zo.
Pak hem! Pak die lelijke bitch. Tin, 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 tin. Pak hem. Waarom zeg je heel pak hem? Ben ik een debiel of zo? Ja, eigenlijk wel. Oh my god, stop met je fucking stringshot. Ik heb echt al. Ik heb echt gewoon te veel stringshot vandaag, gast. What the fuck. Oké, niemand's level up. I give. You're good at this. Huh? Dat is een rare uitspraak. Maakt niet uit. Ik heb trouwens echt fucking weinig geld van die gast gekregen. Oh, uit het Viridian Forest. Yo. Have you noticed that the bushes on the roadside, they can be cut down by a special Pokemon move? Okay. Many Pokemon live only in forests and caves. You need to look everywhere to get different kinds. Okay, we zijn dus al uit het Viridian Forest en ik denk niet dat deze een andere route is. Nee, dit is geen andere route. Nee. Dus ik mag hier geen nieuwe Pokémon meer vangen. Welcome to our Pokémon Center. We have your Pokémon back to perfect health. Oké. Dan is het echt wel bijna genoeg geweest voor deze video, denk ik. En dan ga ik, ik denk even dat ik Honing nog ga trainen onscreen, want het kan zijn dat hij evolueert, dus dat wil ik zeg maar niet missen. Oké, tackle maar. Nice. Dag PG. Ah, Honing is level 7, nice. En Wietel aan level 9, oh my god. Ja, Honing gaat evolueren, nice. Honing evolved into Kakuna. Kakuna Madara. Oké, dat is al genoeg getraind voor vandaag. Vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer Pokémon. En ik zeg ciao.